Reizigersoverleg Limburg is niet blij met het verdwijnen van de NS-kaartautomaten op de Heuvellandlijn. Op 9 stations van de Heuvellandlijn zijn NS-automaten voor de oude papieren treinkaartjes volledig verdwenen. Op de Veolia-stations kunnen dus alleen nog papieren kaartjes tot Heerlen of Maastricht worden gekocht. Voor het vervolg van de reis moeten reizigers daar een NS-kaartje kopen. CDA-gedupeerde Patrick van den Broek schrijft in een notitie aan het Limburgs parlement dat het reizigersoverleg Limburg akkoord is gegaan met de veranderingen. Maar de organisatie heeft dit advies een paar maanden later weer gewijzigd. Volgens Kees Braam van reizigersoverleg Limburg heeft de provincie dit advies volledig genegeerd. In de organisatie zitten belangenorganisaties van reizigers. We hebben klachten binnengekregen over onder andere de situatie in Voernaal. Als reizigers zonder OV-chipkaart naar een station verder dan Heerlen of Maastricht moeten, dan moeten ze 2 kaartjes kopen. Dan zijn ze dus duurder uit en missen ze vaak de overstap naar de Intercity. Aldus Braam.